Oh, er zijn nog wat slingers op het veld. Ja, die worden opgeruimd. Zijn nu buiten het speelveld. Heel goed. Daar was het wachten natuurlijk op. Ik dacht even van, zou die nou last hebben van de gele mist? En de wedstrijd is begonnen. Met aan de bal Sam de Wit, lange bal. Bekend. Overgenomen. Maarten van Dijk. Nicky van Hilten. Lars Huber. Nee, Omar El Ghazouani. Nu Lars Huber. Het is een ingooi. Geen eerste hoekschop dit van de wedstrijd. Dit zijn wel voorzetten waar Lars van Wetering patent op heeft. Dat hij hem erin loopt. Bij de eerste paal. Ja, lekker hard strak. Zo, dat is Sam de Wit die daar op een kopbal van Fonfiel goed in de weg loopt. De kleinste. Nu Sparta Nijkerk veel druk naar voren. Stijn Schipper. Richting Lars van Wetering. Springt. Bal is bij Benjamin Roemion. Die even naar de andere kant is geswitcht. Komt de eerste kans voor DVS aan. Die gaat net naast. Maar de grensrechter heeft zijn vlag omhoog gestoken. Was buitenspel. Meter of 25. Komt hij. In de muur. Op tweede instantie. En weer geblokt. Dat schot. Nassine El Ablak neemt gewoon keurig die bal aan. Zoekt achteruit. Splijtende paas tussendoor op Sam de Wit. Maar nu is de verdediging even niet op orde. Maar de paas van Sparta Nijkerk was niet goed. Lars staat er klaar. Sam de Wit. Stijn Schipper ook mee naar voren. Roemion met de hoekschop. Maarten van Dijk. Nou, oh. Maarten raakt hem verkeerd. Van Dijk. Gaat de verkeerde kant op. Nassim El Ablak. Nu gevaar. Gevaar in deze aanval. Ja, zeker. Mike Arends gaat die bal geven. Is die is heel randje buitenspel. Gaat de kans aankomen voor Sparta Nijkerk. Ja, en daar scoort Sparta Nijkerk de 0-1. Fantastische paas van Mike Arends. Prachtige paas, Mike Arends, inderdaad. Op het randje van buitenspel. Het grensrechter houdt de vlag naar beneden. Ja, zijn we er toch weer ingetuind? Nou, vlak voor rust. Komt er nog een mogelijkheid voor Sparta Nijkerk uit deze corner? Von Fiel. Zou niet prettig zijn, wederom. Lars van Wetering die goed oplet daar. Korte corner nu? Nee. Ja, hij wil die Lars van Wetering daar weg hebben. Want ja, precies. Maar Lars gaat weer terug. Nu is het achterin. Sam de Wit omhoog. Boom. Mooi verdedigd. Kan Roemion daar wat mee? Nee. Die nummer 2 had te veel voorsprong. Geurtsen. Wederom bal, hoor, lange bal. En wederom naar links. Alles naar links. Voet gegeven. Maar deze bal is te scherp voor de nummer 21. Ricardo Fransberg. DVS wil nog even wat in die eerste helft. Via El Ghazouani. Krijgt hem niet onder controle. Roemion nu tweede toch instantie wel. Wie is tweede paal? Jammer. Lars van Wetering kon daar bijna gevaarlijk worden. Maar er zat weer een voetje tussen van Sparta Nijkerk. Ja, in dit geval Jake. Ja. Wolgarten. En die is nu dan werkelijk begonnen. De tweede helft. Ongewijzigde ploegen. Heb ik het idee. Terwijl we nog steeds muziek hebben. Heeft weer even geduurd. Von Fiel. Bal stuit het door. Velduel daar aan de Sparta Nijkerk. Goed, daar Sam de Witte tussen. Komt die bal. Scherp daar. Stijn. Ja, daar is 2-0. De 0-2.
Die bal wordt niet weggewerkt. Fransberg scoort de 0-2 hier. Nou, ik denk in de 71ste minuut. Uit een hoekschop. Bal werd niet goed verwerkt in tweede instantie. Achterin valt die bal achter Daan Huiskamp. En zo wordt het hier 0-2 voor Sparta Nijkerk. In samenwerking met Ali Akla. Janno Westerman. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Op snelheid. Ali Akla. En nu is Maarten van Dijk. Nee, weer breed. Ja, ze verdedigen gewoon goed, Sparta. Dit is een goede bal. Prima paas. En ook weer goed verdedigd. Ja, zeker. Dit was in... Absoluut, De Laat. De Laat, ja. Wesley De Laat. Heeft er heel wat weggehaald. Goed verdedigd. Zo. Met de hoekschop. De zoveelste. Boom. In dat was hem weer. De handen Sam van de keeper. Johan Jansen. Westerman. Kijk, goed bezorgd. Jarno. Prachtige paas hoor. Hey. Ali Akla. Oosterhof, Roelf. Maarten van Dijk. Oh, oh zie jammer, je. Weer, jammer, jammer. Weer staat die verdediging goed. Ja. Ja, per ongeluk, maar ze staan er wel. Ja. En daar het laatste fluitsignaal. Sparta Nijkerk wint de kraker hier van DVS met 0-2. Bedankt voor het kijken en een heel prettig weekend. Stefan de Geijter, de trainer van DVS 33. Vanmiddag dus de wedstrijd tegen Sparta Nijkerk. Veel energie erin gestopt, maar weinig effectiviteit, denk ik. Ja, eens. Ja, kan er niet meer van maken. Geef eens een verslagje van deze wedstrijd. Ja, ik denk dat we de eerste half uur redelijk voor elkaar hebben. Verdedigend, moet ik zeggen. Ik vond wel dat we, als we de bal hadden, vond ik dat we geduldiger moesten zijn aan de bal. Dan maakten we soms keuzes, breedteballen. Ballen die we tussen de linies wouden passen, die zo risicovol zijn. En dan weet je dat hun daarop zitten aas en vanuit de omschakeling dan snel met lopers bij willen gaan komen. Ja, dus we waren heel erg bezig geweest afgelopen week met de restverdediging houden. Zorg dat de as goed dicht is. Ja. Je ziet wel, Nicky is bijvoorbeeld, die wil het liefst aanvallend veel meedoen natuurlijk als opkomende back. Ja, die moest wel behoudende gaan spelen eigenlijk vandaag vanwege verdedigers eigenlijk die geblesseerd zijn. Maar dat zijn dus keuzes die je moet maken. En dan zie je wel dat daarin dingen niet helemaal perfect lopen. DVS verliest met 0-2, maar heb je lichtpunten gezien? Ja, ik moet wel zeggen, de jongens zijn wel door blijven gaan. De hele wedstrijd lang. We hebben op zich wel goede energie gezien. Dat is één. Ja, daarnaast aan de bal vind ik dat we het veel beter moeten doen. Maar ook in de discipline, in het volhouden van afspraken nakomen. Die dingen. Dus dat. Is er niet te veel steeds gekozen voor de trechter waar eigenlijk de Sparta-verdediging totaal geen moeite mee had? Nee, uiteindelijk wel. Ik denk dat we in de eerste helft Benjamin en Omar te weinig instellingen hebben kunnen brengen aan de zijkanten. Had ik ook in de rust gezegd van we moeten veel meer de zijkanten gaan dienen. Ja, dat kregen we niet. We wouden maar de as in gaan spelen. We speelden een bal terug. In plaats van dat we een man aan de zijkant inspeelden en we kwamen daarbij met lopers of gewoon onder de bal dat we dan andere mensen in konden spelen. Was daarin, maakten we gewoon verkeerde keuzes in plaats van de as die ze vaak kozen. Gewoon iemand makkelijk aan de zijkant inspelen en dan om mensen daar aan de bal te krijgen. Heb je ook nog een excuus, spelers die je mist? Nee, zeker niet. Nee, dat doen trainers tegenwoordig ook niet zo heel erg gauw. Maar het is natuurlijk wel een feit dat je heel veel sterkhouders mist. Uiteindelijk mis je spelers. Of het sterkhouders zijn, zijn aan de jongens zelf natuurlijk om te laten zien dat sterkhouders zijn. Je moet doen met de jongens die er zijn. En daar had ik heel veel vertrouwen in eigenlijk vandaag. Alleen, het moet beter. En volgende week tegen Sportlust? Ja, dat klopt. Woerden. Dan gaan we gewoon weer door op de goede voet. Ja, eens. Ja, tuurlijk. Is geen weg terug. Je moet door. En daarin gaan we met z'n allen. Ja, zeker. Of je gaat mee of je gaat niet mee. De trein dendert door.
Precies. We wensen je daar hartstikke veel succes mee, Stefan. Ja, dankjewel.